Het is weer tijd voor de samenvatting van de Bad City Eredivisie Mannen. Speelronde 16, nog twee speelrondes te gaan in de reguliere competitie. We gaan meteen kijken bij Dynamo tegen Orion. Nummer 1 tegen nummer 2 in de ranking. Orion gaat als beste van start in set nummer 1. Ace van Van der Ham op 23-19 zet de Doetinchemers op setpoint. Van der Ham serveert opnieuw. Goede paas van Van der Schaaf en een slim balletje van Van Solkma. Die denkt ik doe het maar zelf zonder aanvallers. Dat werkt, maar de serve van Yannick Bak niet. Die gaat uit en zo wordt het 1-0 voor Orion. Set 2, teams weer aan elkaar gewaagd. 22-23, serve van Tom Koops. Abraham op het net, duel. Overname van Koops. Makine op de buitenkant wordt opgelepeld door Abraham. Pancake. Dan in het blok wordt nog uitgedekt door Williams zelf. Williams opnieuw. Bleken richting het net, duel. Van Solkema dan zoekt Abraham op. Slaat hoog op de handen over Mats Bleker heen. Die komt er niet meer bij. En zo wordt het 23-23 gelijk. Williams, fout serve. 24-23, set point voor Orion. Kans op de 2-0. Van Zeist. Lukt niet, wordt nog verdedigd. Balletje achterover naar Williams. Blockout geslagen, daarmee 24-24 gelijk. Abraham aan serve. Goeie paas van Koops. Achterover naar Kajsa Salo. Wordt opgepikt op midachter door Abraham. Bak in het blok. Verdekt uit. Bak opnieuw. Tweede keer lukt ook niet. Van Zeist dek uit. Derde keer dan. Derde keer wel. Derde keer is blockout. Dynamo op setpoint 25-24. Belangrijk punt. En een ace. Een ace van Kas Abraham maakt 1-1 gelijk in Apeldoorn. Derde set. 21-17 voor Orion. Orion het betere team in deze set. Koops, hoge bal. Goed geslagen, maar ook goed verdedigd. Set naar Van der Schaaf. Hoog op de handen. Koops zit eronder. Krijgt de bal zelf terug. In het blok geslagen. Goed neergelegd door Mats Bleker. Slim balletje van Held, maar wordt doorzien door Van der Schaaf. Koops opnieuw. En hij slaat blockout. Puntje voor Orion erbij. 22-17. Makine opnieuw. Weer een moeilijke serve. Overpaas. Koops maakt hem af. Slaat hem richting de achterlijn. Is nog in. 23-17. Opnieuw dat korte balletje. Opnieuw heeft Dynamo het daar moeilijk mee. En zo komt Orion op setpoint 24-17. Deze paas is goed gecontroleerd. Williams achterover. Killblok. Wordt uitgedekt, maar wordt afgefloten voor gedragen. Dynamo protesteert, het was toch hard contact, maar het maakt ook niet heel veel uit, want het is 2-1 voor Orion. Ace van Van der Ham opnieuw, sterk serverend en ook heel sterk blokkerend. 5 killbloks had hij deze wedstrijd. Hier het killblok van Alex Meijs op Yannick Bak. Orion zo op 10 punten voorsprong, maar liefst 23-13. Achterover naar Sjors Tijhuis op de diagonaal, wordt geblokkeerd maar uitgedekt. Bak aan het net, slim balletje, hoog op de handen. Blockout geduwd. Serveert Bak zelf via de netrand. Held is alert, overname van Koops naar Makine. Scherp diagonaal geslagen, verdedigd nog door Swart. Oh, slechte afstemming bij Orion. Zorgt ervoor dat de bal valt. En er nog een puntje bij komt voor Dynamo in deze slotfase van de wedstrijd. Alex Meijs achterover, ook verdedigd door Swart. En Alex Meijs maakt een voetfout onder het net door, loopt nog te ver door en komt bij de tegenstander onder het net. Maar Yannick Bak bezorgt Orion het matchpoint 24-16. Pipe van Bak wordt verdedigd, Makine slaat uit, gaat er weer een puntje naar Dynamo in deze slotfase. Orion maakt het nog niet meteen af, hier wel een goede paas. En de aanval van Makine maakt het op dit moment wel af. 17-24 wordt het in deze vierde set. En daarmee is het 3-1 winst voor Orion. Daarmee zijn zij koploper in de reguliere competitie. En zijn zij zeker van de eerste plek. En dat extra puntje richting de play-offs met 4. Van Apeldoorn naar Groningen. Naar Martini Plaza waar Lycurgus tegen primadonna Kaashuizen speelt. Lycurgus had de middenas uitstekend op orde. Boekhout hier in tweede instantie scoort. En op 5-6 zien we een prachtige aanval van Hofhuis. Hier keihard in de 3 meter geslagen. Dat zet Lycurgus goed op voorsprong in de eerste set.
Hier het balletje van Thomas Sleurink. Slim geslagen in de hoek. Zet Lycurgus op setpoint in set 1. Paas is oké, van Dam naar Colina. Colina scoort nog. Werkt dat eerste setpoint weg. 24-19. Paas is goed. Bal op de pipe. En Martinez slaat door. Niet te verdedigen. Zo wordt het 25-19 en 1-0 voor Lycurgus. Tweede set, 21-11. 10 punten verschil. Niet heel spannend, maar wel een hele spannende rally. Hier opgevist. Bartels achterover. Wordt mooi verdedigd door Van Dam. Het eroverheen gespeeld door Andrew Tauhid. Gortzak opnieuw naar Bartels. Geblokkeerd door Thomas Hallanda. De Slovaak die overgekomen is naar Holland. En PDK versterkt. Opnieuw verdedigd bij Lycurgus. Dan volgt er een hoge bal. Killes hoog op de handen. Slaat uit. Maar touché. Hij is aangeraakt bij PDK. En zo trekt Lycurgus deze rally naar zich toe. 24-13. Maar dan is het keelblok dat de tweede set verzegelt. 2-0 voorsprong voor Lycurgus. Derde set komt PDK weer aan bod. Lang gaat het gelijk op tot halverwege de set. Hier het mooie blok van Tauhid en Ottenhof. 14-13 voor Lycurgus. PDK blijft dichtbij en ook dit punt mooi gescoord door Ottenhof op de middenas. Blokout geslagen. Maar richting het einde van de set is het Lycurgus dat op voorsprong komt. En weer met die dreigende middenas weet te scoren en het matchpoint op het scorebord brengt. Invaller Maarten Bartels serveert op matchpoint en hij serveert een ace. Verzegelt daarmee de wedstrijd. 3-0 wordt het voor Novatek Lycurgus tegen primadonna Kaashuizen. In de meerwaarde speelde Simplex SSS tegen het talentteam uit Papendal. 15-17. We beginnen meteen met een prachtige rally. Hier opgeworpen door Hugo van Garderen. Goed duel aan het net van Robin van Weert. Sanders naar de buitenkant. Van Garderen opnieuw naar Zuidgeest. Wordt verdedigd. Opnieuw Sleurink. Maar wordt verdedigd bij SSS. Robin van Weert. Tik-tak aan het net met het net. Mag niet van de scheidsrechter. Afgefloten voor gedragen. En zo gaat de rally naar Simplex SSS. Ook in de slotfase blijft het spannend. 23-23. Goede serve van Dijk is overpaas. En dan Jochem Bloem in de middags zet setpoint op het scorebord. Opnieuw een goede serve van Dijk. Opnieuw een overpaas. En dan ook nog opnieuw naar Jochem Bloem. En ook hij scoort weer opnieuw. Een kopie van de vorige rally. Maakt set 1 compleet. Set 2 loopt SSS wat uit. Mooi balletje van Colin Zuidgeest. Iets naar binnen gekomen. Colin Zuidgeest was de uitblinker van de avond met 12 punten en 62% in de aanval. En dan is het Zuidgeest natuurlijk die de set afmaakt. 25-18 en 2-0 voor SSS. Derde set is het gat nog groter tussen SSS en talentteam. Middenas loopt lekker. Hier Niek Bakker. En opnieuw is het hier via de middenas en dan is het debutant Meinko de Boer die zijn eerste wedstrijd met Heren 1 speelde, die de wedstrijd afmaakt en zo 3-0 winst bezorgt voor Simplex SSS. Dan gaan we naar Zevenhuizen voor de wedstrijd Scherpen Packaging ZVH tegen Numidia VC Limax. Limax dat we nog niet zo vaak in het geel hebben gezien. Maar hier dus in het geel-paars aantreedt in plaats van paars-geel. 19-12 loopt Limax uit in de eerste set. Hier een keelblok. Weer dat lange keelblok net als we vorige week zagen. Met Meijer van den Elzout en Silmeis aan het net. Hebben ze maar liefst 2,4 meter, 2,2 meter en 2,4 meter aan het net. Lastig langskomen. Dat was ook deze wedstrijd zo. 9 keelbloks om 0. Maakt het verschil. Setpoint Limax. Hier een prachtige verdediging van Sam van der Loo. Maar het mocht niet baten, want het was een netfout van de blokkering van Zevenhuizen. Limax loopt opnieuw uit. 21-13 overpaas. Prachtig afgemaakt door Remco van den Elzout. En dan is het setpoint voor Numidia VC Limax. Heel slim ace van Benjamin Parkinson op de zijlijn. Opnieuw zoekt hij Jelte Maan op, maar deze wordt goed gepaast. Rob Bontje wordt geremd in de blokkering. Van de Kraats, hoge bal. En dan is het Rob Bontje die zijn revanche pakt en zelf het keelblok pakt. En daarmee 25-16 op het scorebord zet.
2-0 voor Limax, derde set. Wordt in het blok getikt door Van der Loo. Sterk blok van Thomas van Bladel. Hier Silmeis achterover naar Martijn Brilhuis. Raakt de blokkering en dan de grond. Matchpoint voor Numidia VC Limax. Hoogbal naar Van der Loo. Wordt goed verdedigd door Van Bladel. Overname van Brilhuis, Kjaar. Opgepikt door Van der Kraat. Scheffers opnieuw naar Van der Loo. Mooi geslagen. Met de handen nog meegenomen. Scherpe voorlangs. Maar dan is het een foutsurf van Parkinson op 24-19. Die de wedstrijd beëindigt. En zo 3-0 winst betekent voor Numidia VC Limax tegen Scherp in Packaging ZVH. Dan gaan we naar Nijmegen, waar het al een aantal keren heeft gespookt dit seizoen. Focasa is in topvorm en ook Sliedrecht is bezig met een uitstekend seizoen. Daarom veel verwachtingen voor deze wedstrijd. In de heenronde wist Focasa nog met 3-0 te winnen. Dus het kan alle kanten opgaan. Dat gaat het ook in set 1. Goede middenaanval van Jesper van Muiden. 22-22 in de slotfase, mooi diagonaal geslagen. Goed opgelost door Focasa, met veel risico over het net gespeeld. Hier een bovenhandse bal, kans voor Focasa. Middenaanval, naartoe gegleden door Luc de Groot. Opnieuw de aanval van Kane van Hal, maar die is in het blok. Het blok van Matthijs Apine. Goede paas van Mart de Groot op 23-22. Focasa met 1 puntje voorsprong en dan 2 puntjes voorsprong. Dankzij deze middenaanval van Matthijs Apine. 24-22, scherpe bal. Protest, want Focasa zou de bal eerder geraakt hebben, maar we spelen door. Focasa, Mees Blom op de buitenkant in het blok. Het blok van Daan Haanappel, die is er blij om. Terug van zijn blessure ook. Zijn enkel blessure die hij opliep tegen Novatek Lycurgus. 1 puntje voorsprong nog steeds voor Focasa. En dat puntje wordt benut door Job Groenendaal. Hij maakt het af en zorgt voor 1-0 voor de thuisploeg. Set 2 ook weer spannend, 20-22. Goede pancake van Tom van Reeuwijk. Naar de buitenkant, naar spelverdeler Rick van der Sluis. En die speelt hem met 2 handen eroverheen. Puntje wat ze goed kunnen gebruiken in deze slotfase. Goede surf van Reeuwijk. Nog durf van de Ruiter eroverheen geslagen. En het is Luc de Groot die het afmaakt. Aangeraakt in de verdediging in het achterveld. Setpoint voor Focasa. Bal naar de buitenkant. Opnieuw van Reeuwijk die verdedigt. Luc de Groot op de buitenkant. En Max Donker zit er nog aan. Maar hij krijgt hem niet omhoog. Set 2 is voor Sliedrecht. En ook set 3 is voor hun 14-6. En dit prachtig slimme balletje van Rick van der Sluis. Doorgetikt als spelverdeler en korte op positie 4 neergelegd. 6 punten is het verschil maar liefst. Hier goed in de brievenbus geslagen, maar omhoog gewerkt door Vermuiden. En dan is het Van Reeuwijk die zijn hand omhoog steekt, maar het wordt nog uitgedekt. Maar niet eroverheen gespeeld. Hij werd nog uitgedekt, was niet op de grond. Kijk hier op de voet en dan de tweede voet erbij. Matthijs Apine probeert hem er dan overheen te krijgen, maar dat lukt niet. Sliedrecht loopt zo uit richting setpoint 24-20. Killblok van Matthijs Apine. Uitblinker, 16 punten, 5 killbloks en 5 aces maar liefst. Maar de tweede van Rashid Isenya weet hij niet te stoppen. En Sliedrecht Sport wint de derde set. Set 4 begint lekker. Scherpe bal geslagen door Niek Schiphoff. Wordt verdedigd en dan eroverheen gewerkt. Krijgt Focasa nog een kans. Scherp geslagen ook door de Ruiter, maar verdedigd door Van Reeuwijk. In het blok, maar blok uit. Door Niek Schiphoff bezorgt het eerste punt van set 4. Set 4 dat voor de rest voor Sliedrecht Sport is. Hier een ace van Jacob Krijnsen. Matchpoint, maar een foutsurf van dezelfde Krijnsen. Zorgt nog voor uitstel 20-24. Goede surf van Schiphoff, goed opgevangen door Bouter. En dan is het Isenya die de wedstrijd afmaakt. Hij slaat de bal mooi naar de zijlijn toe. Die is in, zo wordt het 25-20 en 3-1 voor Sliedrecht Sport. Belangrijke punten richting de play-off met 4. Ze staan 5e met nog zicht op een plek in de top 4. En daarvoor zal deze week heel belangrijk worden. Met name de wedstrijd tegen Drijsma Dynamo.
Laten we dan gaan kijken naar het speelschema van ronde 17. Sliedrecht Sport tegen Drijsma Dynamo dus op woensdag. Drijsma Dynamo gaat uit op bezoek bij Sliedrecht, waar het al in voorgaande jaren heeft gespookt in de slotfase. Belangrijke wedstrijd is het voor Sliedrecht Sport. Willen ze nog kans maken op de top 4 en ook voor Drijsma Dynamo om hun positie in de top 4 te verstevigen? Op die woensdag spelen alle teams hun ene laatste wedstrijd van de reguliere competitie. Primadonna Kaashuizen speelt tegen Scherpin Packaging ZVH, nummer 8 tegen nummer 9, wat een heel spannend duel op kan leveren. Simplex SSS is afgelopen weken in vorm en zal op bezoek bij Limax nog voor een verrassing kunnen zorgen. Active Living Orion is al zeker van de koppositie en het maximaal aantal punten richting de A-pool, maar voor Lycurgus zijn er punten te verdienen om een plek bij de top 4 te bemachtigen. Tot slot kan Focasa tegen het talentteam weer punten sprokkelen richting plek 5 of 6. Het wordt echt rete spannend. Er zijn nog scenario's waarin Dynamo, Lycurgus of Limax buiten de top 4 kunnen vallen als ze twee keer op een rij zouden verliezen. En dan zou Sliedrecht zich alsnog kunnen plaatsen voor de top 4. Kijken dus naar jouw favorieten op woensdag en naar de slotwedstrijden op zaterdag en zondag. Voor nu bedankt voor het kijken naar de samenvatting. Tot volgende week maandag.